Niet lullen, ik ben de lul. Precies. Jane Pim Starsam. Hoer, bitch, banga, slet, ho. Dat zijn allemaal van die krachttermen die meisjes of vrouwen die in Amsterdam op straat lopen zomaar naar hun hoofd geslingerd krijgen. Mozaïekkunstenaresse Siomara en Lee zijn dat meer dan zat. Dus wat hebben zij nou gedaan? Ze hebben een uniek project bedacht. Komt het nou vaak voor bij jullie dat je wordt uitgescholden voor hoer? Fuck you. Op een of andere manier straal ik... Dat de hoever zijn niet uit. Niet uit. Maar ik weet wel wat er omheen gebeurt. Er is wel op het moment veel agressie op straat. Hè? Je kan maar even iets zeggen en het valt verkeerd. Nou, gisteren bijvoorbeeld was er gewoon een man. Gewoon echt, hij stak de straat over. Wij kwamen met de scooter aangereden. En we gingen naar rechts, dus ik stopte eerst voor die man. Die man stopte ook, maar die liep door, stopte. Dus ik wist ook niet precies wat ik moest doen met de scooter. Dus je probeert een beetje rustige dialogen op gang te brengen. Maar dan merk je dus dat mensen heel erg snel op die edge zijn. En dat je ook echt in die, dat ik dacht van laat ik maar op mijn woorden passen. Want dan krijg je gewoon een klap in je bek van hem. Ja, dat is toch een narigheid. Ja. En dat is voor jullie echt de reden waarom jullie over het vrouwvriendelijke project Women Friendly City zijn begonnen. Ja, absoluut. Zeker een reden. De Amsterdamse kunstenaressen krijgen hulp van vluchtelingenvrouwen uit Eritrea. Dit om ze op een laagdrempelige manier te laten integreren en ze letterlijk een steentje te laten bijdragen om zoveel mogelijk gemozaïekte plaquettes te maken. We gaan met de voorbereidingen beginnen voor het plaquet, hè, Women Friendly City. Dus wat gaan we nu doen? We gaan beginnen om het wit, wat om de bloemen komt, te knippen en de zwarte randen. Amsterdam gaat zich dus eigenlijk verbinden aan het Women Friendly City project. Dus de ondersteuning voor vrouwen die te maken hebben met geweld, onderdrukking, fysiek, zowel emotioneel, zowel seksueel. En elke pakket gaat een geldbedrag naar het goede doel. Dat is eigenlijk Women Friendly City, dat de stad Amsterdam zich eraan gaat verbinden, maar ook bedrijven en organisaties en particulieren kunnen zich eraan verbinden. En het is natuurlijk de bedoeling dat straks in heel Amsterdam overal mensen de bloemen kunnen zien en dat ze dus ook weten waar dit voor staat. Het zijn de vrouwen die in die huizen verblijven, in de blijf van mijn lijfhuizen. Het zijn de vrouwen die ik echt wil benaderen. Als het goed gaat met de vrouw, gaat het goed met de man, gaat het goed met de kinderen. Dus de vrouwen zetten we daar even op nummer 1. Daar staat dit traject symbool voor. Alleen de ruitjes. Nou, ik ben heel dankbaar dat ik eigenlijk zelf gelukkig niet met fysiek, emotioneel, ja, een beetje nooit, maar fysiek geweld of seksueel geweld te maken heb gehad. Ik ben een dochter van een hele sterke moeder. En dat voorbeeld heb je ook. Ik merkte wel eens bij mijn vriendinnen dat ik denk, waarom laten ze dat toe? Of als een vriendin wel eens zei, ja, die man heeft losse handjes, dan dacht ik, hoe kan je nou bij die man blijven? Dat ging er bij mij niet in. Want ik heb voor ogen mijn moeder die zei, nou, hij hoeft maar zijn hand omhoog te doen en ik ben weg. Dus voor mij was het niet meer als normaal. Ik trek het ook niet aan. Maar ik heb daardoor wel ontdekt dat het is wel je thuissituatie wat zich herhaalt. Dus als jij wel uit een omgeving komt waar fysiek geweld is of seksueel geweld is, dat het zich toch herhaalt. En dat je als vrouw helemaal niet zo makkelijk kan opstappen. Wat ik dus altijd dacht. Dus je moet er voor elkaar zijn. Het is ook een tijd dat je heel veel op het nieuws hoorde van alle nieuwkomers en vluchtelingen, alle ellende. En ik dacht altijd, ja, je moet toch iets doen, hè? Je moet ook je steentje bijdragen. Maar hoe? Ik ben een moeder, ik ben een nonna, ik heb een bedrijf, je hebt een relatie, je bent te druk. Want ik dacht eerst van misschien wel vrouwen uit Syrië of Somalië en we zouden nog naar vluchtelingenwerk gaan. Maar dit kwam ook op mijn pad. Ik liet dat los en ze zei, maar ik zit met een hele groep vrouwen. Die kan ik zo eigenlijk vanuit de gemeente krijgen. Want ze zoeken allemaal een plek.
Wat ik wel weet van vrouwen uit Eritrea is dat ze niet zo makkelijk aan het werk komen. De vrouwen werken daar eigenlijk niet. De vrouwen hebben ook niet echt een hele goede scholing. Ze gaan vanaf hun 18e in het leger, in dienst. Dat wel 50 tot 75 van de vrouwen gewoon besneden is. Nou, dat vind ik echt een van de ergste vormen van geweld bij een vrouw. Nou, en wat wij zo konden aanbieden, dat was helemaal goed. En op een gegeven moment zie je ook steeds dat ze stapje voor stapje voor stapje het beter kunnen. En dat ze het zelf ook leuk gaan vinden. Dat is echt wel een ambacht. En als je ze daar kan krijgen, ja, dat doet mij ook wat. Kan je nog iets bedenken? Blij? Blij. Blij? En wat is het tegenovergestelde van blij? Verdrietig. Goed zo. Verdrietig, hoor ik hier. Verdrietig. Als je goed Nederlands leert, ja, dan kan je gewoon je hier redden in Amsterdam. En dan kan je ook een beetje misschien losmaken van je eigen groepje. Siomara en Lee werken samen met sociaal ondernemer Martin van Kleef en kunstenaar Rob van Trier. Om zodoende van het Women Friendly City project niet alleen in Amsterdam een groot succes te maken, maar ook in andere steden. Ja, mooi, ze hebben uitstekend geslaagd allemaal. Dus voor mij wel. Ja, hè? Ik ben er blij mee. En ik hoop dat we nog heel veel kunnen maken zo. Maar dit was ook de eerste keer voor ons natuurlijk. Ja. Vandaar. Moet dat dan 6 maanden zijn altijd? Ik zou persoonlijk voor 6 maanden gaan. Moet dat de voorwaarden van ons zijn naar de gemeente toe? 6 maanden en altijd extra iemand die taallessen geeft, de Nederlandse taal, ook tijdens het mozaïeken. Ja, maar dat hebben we nou een beetje gemist. Ja. We hebben ook toen een tolk gehad. We hebben het tolk gehad en we hebben Donnie gehad van Urban Art, die een Nederlandse les geeft. Maar dat moet ook echt blijven. Ze hebben Nederlandse les nodig, eigenlijk het liefst elke dag. Oké, okay, dan werkt het het beste. Dan zie je gewoon dat het de vooruitgang is voor allebei. Voor de muziek en voor de, en voor de taalkursus. Oké, dan gaan we zo door. Ja. Dan gaan we dat verder doen. Maar daarnaast wil ik ze ook laten zien hoe leuk het is om iets te creëren. Of het nou is op mozaïekgebied. Wat zijn je talenten? Misschien kan je wel heel lekker koken. Je kan met alles proberen geld te verdienen. Het hoeft niet iets groots te zijn, maar probeer onafhankelijk te worden. Die zijn voor jou, Donnie. Die zijn allebei voor mij. Wie wil nog meer? In Holland houden de mensen heel erg veel van tompoessen. Vinden ze heel lekker. Tompoes. Ja, tompoes. Gaan we lekker proeven. Kijk meester Donnie. Lekker. Eigenlijk als kind altijd met mijn handen bezig geweest. Ik wilde altijd dingetjes maken. Maar ja, op een gegeven moment denk je, ik moet aan het werk. Dus je had nooit echt gedacht dat je daarmee geld kon verdienen. En toen ik zwanger was, toen dacht ik, ik wil gewoon met mijn kind zijn. Ik wil gewoon iets met mijn handen weer doen. En toen ben ik kleine toverlantaarntjes gaan maken. En toen op een gegeven moment ben ik glas in lood gaan doen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. En toen heb ik eigenlijk verschillende opdrachten gedaan. Maar ik wist nooit wanneer de volgende opdracht zou komen. Dus toen dacht ik, het is toch wel een beetje onzeker. En veel mensen zeiden, oh, ik vind je stijl heel leuk. En je muziek heel anders. En geef je geen workshops. Dus toen dacht ik, ik wil een muziekatelier beginnen. En toen zei mijn vriendin, ja, dat moeten we samen doen. En toen zijn we dat samen gaan doen. Nou, dat is echt het beste idee wat ik ooit heb gehad. En zo worden de puzzelstukjes gelegd. Het lijkt ook een beetje glas in de lamp. Weet je wel, hè? De dames zijn als sociaal ondernemers van alle markten thuis. Of het nou gaat om een gigantisch kunstwerk maken van de ooit machtige man in de Amsterdamse politiek, Floor Wieboud, of van het ontwerpen van borsten en piemels tot kleine kunstwerken, niets is hen vreemd. Zolang ze op een respectvolle manier maar kunnen bijdragen aan een vrouwvriendelijk Amsterdam. Dus deze wordt allemaal opgehaald voor een vrijgezellenfeestje. Ja, die hebben ze vorige week hier gehad. Niet lullen, ik ben de lul. Precies. Daar hadden ze eerst een erotische lunch die we gemaakt hebben. En daarna gingen ze de piemels pimpen. En daarna zijn ze met de boot, hebben ze anderhalf uur gevaren door de wallen. Nou, dat is echt sociaal ondernemen ja, wat echt, jullie doen. Hè? En heel vrouwvriendelijk. Heel vrouwvriendelijk, want vrouwen is een grootste rol. Jane Pim Starzan. Ja. Maar ja, het is gewoon ontzettend veel lachen. Het is echt een hele gezellige, leuke workshop. Kijk, allereerst een beeld van gemaakt. En
Zwaar of niet? Nou, het valt zwaar mee, lichaam. Ja, zwaar lichaam. En dit gedeelte, die bloemen, ja, die komen dus uit die vaas van mijn oma, die stuk is gevallen. Nou, nu heb ik een soort lingerie setje ervan gemaakt, die is nog niet helemaal af. Ook best wel een beetje erotisch eigenlijk dit, hè? Een beetje wel, hè? Ja. Heel vrouwelijk. Ja. Kijk, en op een gegeven moment mijn lichaam verandert natuurlijk over de jaren. Dus dan blijf ik ook nog kijken naar een mooi kunstwerkje. Wauw, zwaar zeg. Oeps. Nou, en dit kunnen vrouwen natuurlijk ook met hun eigen lichaam doen. Ja, een prachtig lichaam. Ik heb nog gang. De kunstenaressen willen graag hun ambitie waarmaken om Amsterdam als meest vrouwvriendelijke stad op de kaart te zetten. Daarom hebben ze een speciaal plakkaat gemaakt voor wethouder Simone Kukenheim. Want zij heeft vrouwenemancipatie hoog in het vaandel staan. En wij willen vandaag een muziekpakket aanbieden met de naam Women Friendly City. Mm-hmm. Om vrouwen te ondersteunen die met geweld te maken hebben, zowel fysiek als emotioneel en seksueel. En dit is de allereerste, het monstermodel, die wij graag willen overhandigen. En dan mag u zelf beslissen waar die komt te hangen hier in de Stopera. Okay. Dus bij deze. Wauw. Oh jongens, wat mooi gemaakt. Moet ik het kijken. Amsterdam wil heel graag juist vrouwenemancipatie en de versterking van vrouwen goed op de agenda zetten. Dus ik vind het natuurlijk eervol dat dat herkend wordt, maar het spoort ook vooral aan. Heel erg mooi. Nou. Ik ga een mooi plekje voorzoeken. Dankjewel. Heel veel dank. Super.